Hallo mensen, ik ben hier met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik weer een fantastische video. Je ziet het in de titel, het gaat echt fantastisch worden. Vind je zo'n video's leuk? Doe een duimpje hoor. Abonneer op mijn kanaal. Abonneer beneden. We hebben bijna 275.000 abonnees. Dat wil ik even halen, even snel. Ik wil eigenlijk voor het eind van augustus de 275.000. En dat moet eigenlijk wel lukken. Ja, dat moet wel lukken. Subscribe op mijn kanaal. In ieder geval, ik was aan het internet afschrijven. Wat kwam ik tegen? Oh mijn god. Een quickfire interview met Jordi OC22. Laten we gaan kijken, jongen. A few quick questions for you. So, first question. Cooking or takeaway? Takeaway. Lekker, maatje. Oh mijn god. Er werd dan gevraagd, wat heb je liever? Koken of bestellen? En hij zegt, bestellen. Eten bestellen. Jongen, het is echt mijn broeder, jongen. Ronaldo of Messi? Oh, ik ga raden. Ja, wat is hij voor speler? Het is natuurlijk wel een beetje die technische speler, hè? Ik denk dat hij Messi gaat zeggen. Messi. Wauw. OC22! Instagram of Snapchat? Hij heeft met mij gepraat op Instagram. Dus sowieso Instagram. Snapchat. Ah, fuck off. Hoezo? Oh, van de chickies natuurlijk. Die zou hun naakte punanis naar hem sturen. Oké, ik snap het, OC. VfL Bochum of Hamburger SV? Vraag natuurlijk Bochum, want daar speelt hij nu. Schalke of Dortmund? Ah, Schalke of Dortmund. Ik denk dat hij Dortmund zegt. Dan nog. Deo. I don't know who they are. Schalke en Dortmund. Hoe kan je niet weten wat Schalke en Dortmund zijn? Holy s***. Mantateller of taxiteller? Ik heb geen idee wat dit inhoudt. I don't know what that is. Yeah. Oké, OC, I'm with you on this one. PlayStation or Xbox? PlayStation, 100%. We gaan binnenkort een potje FIFA doen. Kom, OC, neem je PlayStation nou mee naar Duitsland, jongen. We gaan een potje FIFA doen. PlayStation. Lekker, broer! FIFA or Pro FIFA. Elite Soccer? FIFA. Lekker, man. Your last song you heard on Spotify? Oh. De laatste nummer die je heeft gehoord op Spotify. Ik denk dit nummer. En je zoekt je het glitchbot in de map. De parodie van Koen. Ja, lekker man, help! Goed jongen! Dankjewel, Josefie jongen, legend, oké. Okay. Koffie of thee? Thee. Kan niet anders, kom uit Engeland. Summer of winter? Zomer of winter, ik denk dat hij zomer zegt. Winter. Oh, oké. Okay. What's your nickname? Wat is zijn nickname? Mij is zijn nickname. Oh, oh, dat is gewoon zijn normale naam. Don't really have one. Prince Harry or Prince William? Prince Harry. Liever lekker wijf, Prince Harry. Lekker man. Thank you, Jordi. Thank you. Wat een saai vragen. Oké, maar het is nu tijd. Messi was zijn grote held. En de tijd is om OC22 met zijn grote held te laten spelen. Oké, mensen, daar zijn we dan. Dit is mijn team. Jawel. Zoals je ziet, hij past echt goed in het team. OC'tje toetje. Hij heeft nu 3 doelpunten in totaal gemaakt voor mijn team. 39 wedstrijden gespeeld al. Het wordt tijd dat we er wat meer gaan binnenprikken. We gaan de Division Rivals spelen. We spelen in Divisie 1. Gaat dat makkelijk worden? Zeker niet. Maar ik heb nu wel Messi naast hem op zich. Dus dat is wel, ja, gewoon aardig, denk ik. Oké, okay, let's do this. Ik heb geen idee wat zijn team was. Hij heeft blijkbaar 36 Ronaldo. Zie ik daar een kleine Pele? Ja, deze man lijkt op Henry. Ben Yedder. Waarom zie ik die Ronaldo niet staan? Ik vind het beangstigend. Wat is dit voor onzin? Hij heeft Kante, hij heeft Ndombele. Ben Yedder, die overal doorheen loopt en ik kan hem niet afpakken en dan schiet hij hem naast. Oké, okay, even kopje erbij, want dit is wel een aardige tegenstander volgens mij. Messi schiet! Messi, jongen, penalty scheids! Hey! Dikke, vette scheids. Oeh, zetje, doetje! Heb je nou nog niet je clip ingestuurd naar mijn Instagram, waarin je op een random openbare locatie keihard OC22 schreeuwt? Doe dat dan nog zeker. De 5 beste krijgen allemaal 50 euro PSN te goed van ikwildegoed.nl. Het is gewoon uit 2004. Hij is dus 15, dus ik heb hem helemaal niet zo heel jong meer. Dus ik denk, ja, echt knap man, echt knap. Die 4 gaan zagen. Het enige wat ik doe is naar binnen komen en finesse shot. Ja, weet je, als je dat de eerste maand vindt, oké, maar die game is inmiddels 10 maanden uit. Hè. Kom op, verzin even wat nieuws. Dit is een bal van OC? Buitenspel? Hè? OC behoudt de rust. Oh mijn god, wat een actie. Wow, wat een actie! Op Navas. Daar voor de goal. Helemaal vrij. Nope. OC, nee! Dat is Hens! Hij houdt er tegen buiten, zit hij nog een lijp. Hè? Wanneer OC er toe maar mijn corners? Boom. Schiet! Ja, penalty! Penalty! Jawel! Terecht. Moet je maar van je goal klauw van afblijven, hè? OC! Toetoe met de panenka! Oh! Kleine shush! Oh! Wat een held! OC Toetoe weer met een goal! Heerlijk! 36 shooting! Maak er gereed uit! Wereld! Hoe hoog gaat hij zijn op FIFA, op FIFA 20, mensen? Ik vraag het me echt af. Ik hoop echt op 65 of zo. We staan gelijk tegen dit team. Ja, daar gaat hij al. Oh mijn god. Wie is dit? Oh, hij brengt toch even 90. Oh, hij stond er wel al in. Niet, ik heb geen idee. Jawel, dan zou het niet 7-1 zijn. Leuk tegen spelen, leuk. OC, goede bal. Goede bal, uitstekende bal. Nee, waarom nou terug op hem? Waarom? Hij staat niet eens vrij. Die andere staat hartstikke vrij, die vent. Scheid. Hallo. Niet eens een kaart. Het is bizar. Te bizar voor woorden. Ja, het kan gewoon wel, want hij is nu aan het fluimen. Hij denkt van, oh, de overwinning is binnen. Maar waarschijnlijk ook Jezus. Wat doet hij? Nee, hou je bek. Dit spel is ongelooflijk triest. Ik schiet die bal weg.
Omdat hij 10 meter dichter bij die bal staat, hè, Luc Shaw. En wat doet deze kneus? Deze kneus die maakt een sliding. Maar zij spelen dan tegenaan lopen. Het is echt, dit spel is zo triest. Kijk, het is dat mijn held OC2 in de game zit. Anders was ik er helemaal klaar mee geweest. Stel je voor, OC2 zou alleen nog maar in PES zitten volgend jaar. Dan zou ik zeker alleen PES kopen. Anders is er natuurlijk geen reden om PES te komen. Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijk scheidsspel. OC. 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 Oh nee! Oh. Zit de paal! Oh, hij heeft ook niet echt aanvalsinstinct, hè? Oh. Ja. Nee! Nee! OC, ren! Nee! Oh, nee! Oh! Nee! OC! Doe! Nee! We hebben verloren. Mensen, ik houd het niet meer. Het is echt zo tante warm. Ik neem een paar video's van tevoren, omdat ik op vakantie ga. Ik heb verloren. OC2 heeft gescoord. Ik ben tevreden. Ik hoop dat OC2 het komende jaar wat meer interviews gaat geven. Want nu heb ik echt weinig materiaal. OC'tje, dankjewel. Stuur je OC2 filmpje in via mijn Instagram. Mijn Instagram is Koen. En dan hoop ik jullie deze video leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Vond je het leuk, zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Dat kan hier. Wil je meer van mij zien, dan kan. Klik hier of klik hier. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Ik zweet me helemaal de pestpleuris. OC'tje, jammer jongen. Maar je hebt wel gescoord. Ik ben trots op jou.